ik ben Sjaak Lomans. Ik ben directeur van Zorgbelang Noord-Holland. Dat is een vereniging van patiëntenverenigingen. En we proberen overal de stem van de patiënt te laten horen. Ja, ik denk dat het een hele zinvolle dag is, omdat we met elkaar nu toch gaan kijken van hoe de veranderingen in de zorg en welzijn de komende jaren vorm moeten gaan geven. En hoe de cliënt, de burger, daar het meest profijt van heeft. En ik denk dat dat ook eigenlijk de belangrijkste boodschap van vandaag moet zijn. Van dat wij, de burgers en de gemene gebruikers van de zorg en welzijn, serieus worden genomen in de plannenmakerij. En tot nu toe zie je toch heel veel dat bestuurders en dat aanbieders samen rond de tafel zitten en het beleid maken. Terwijl ik denk, dit is juist het moment dat de burgers en de patiënten en de zorgvragers mee kunnen denken daarin. En ik denk, dat is ook een oproep naar de provincie toe, om elk regionaal sociaal plan wat nu gaat ontwikkeld worden, of daar voldoende ruimte in is geboden, dat de burgers mee kunnen denken in dat ontwikkelen van die plannen. En niet pas op het eind dat ze een advies kunnen geven van, nou, dat het zo moet of dat zo moet. Juist nu bij de ontwikkelfase moeten ze mee worden genomen. Van, zet ons gewoon aan tafel met de ambtenaren en als ze dan vragen van, goh, hoe moet de educatiestelling plaatsvinden? Hoe moet dat keukentafelgesprek? Zet 10 patiënten erbij. Geef hun de ruimte om te vertellen wat hun ervaringen daar tot nu toe mee zijn. Wat ze niet hebben kwijtgekund. Waarmee ze met standaard zorgarrangementen zijn geconfronteerd. En wat niet geregeld is en wat ze anders hadden willen regelen. Dan krijg je feedback van hoe je het beter kunt doen. Nou, WMO-raden zijn een heleboel deskundigen, ervaringsdeskundigen die daarover mee kunnen praten. Er zijn massa's mogelijkheden om dat op een goede manier vorm te geven. Dus, en als ze het niet weten, laat ze ons inhuren, dan denken wij met ze mee om dat te doen.